Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Govert Viergever. Govert is voormalig Olympisch atleet. Hij is een biohacker, waar we het straks meer over gaan vertellen. Hij is performance coach en hij heeft een eigen podcast. Hij heeft een heleboel geleerd in zijn topsportcarrière en dat probeert hij nu aan iedereen door te geven. Ik heb vandaag ook de eer om met hem in gesprek te gaan en een hoop van hem te leren. En hier is Govert Viergever. Ha Govert, goedemiddag. Wat leuk dat je er bent. Ja, via Skype. Ja, goedemiddag inderdaad via Skype. Niet direct in dezelfde kamer, maar toch, we zijn er. Ja, we zijn er. Dankjewel. Heel erg leuk dat je op mijn uitnodiging bent ingegaan. En ik zou het erg tof vinden als jij misschien even iets over jezelf wil vertellen voor de mensen die jou nog niet kennen. Ja, dat is wel best wel moeilijk, want het is best wel een lang verhaal. maar ik zal de beknopte versie geven. Ik was klein jongetje. Letterlijk en figuurlijk. Ik wilde Olympische toproeier worden. Als klein jongetje. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik niet verder groeide dan 1,83 meter. En al mijn concurrenten die waren 2 meter. Oh, echt? 1,95, 1,97. Dat is een beetje de lengte die je als roeier nodig hebt. Want mm-hmm. Je kent misschien wel de uitdrukking lang halen, snel thuis. Ja. Dat geldt in principe dus voor het roeien. En ja, die jongens gaan gewoon meestal harder dan de kleinere jongens. Zijn ze zoals bij basketbal, zeg maar? Hetzelfde. Ja, hetzelfde. Dus ik moest een soort van andere manier gaan vinden om die grote jongens te kunnen verslaan. Mm-hmm. En om dus die Olympische Spelen alsnog te kunnen gaan bereiken. En een van de dingen die ik toen heb gedaan is eigenlijk in een heel vroeg stadium alles aan mijn lichaam te verbeteren wat er te verbeteren valt. Op het gebied van voeding, mentale prestaties, voeding en spieropbouw en herstelmogelijkheden. Mm-hmm. Eigenlijk biohacking af aan la lettre. Oud was je toen je echt met de eerste probeerselen op dit gebied begon? Want je zegt als klein jongetje had je die droom en ontdekte je op een gegeven moment ook dat je niet die ideale lengte ging bereiken. Ja, dat was ongeveer, ik denk dat ik ongeveer 15 jaar oud was. Oké. 15 jaar oud, toen zag ik voor het eerst, samen met mijn roeimaatje destijds, zag ik Terminator 2 met Arnold Schwarzenegger op televisie. Ik herinner me nog heel goed. En toen zag ik die Arnold Schwarzenegger, toen dacht ik, jezus, als een mens zulke spieren op kan bouwen, dan moet ik leren hoe dat moet. Want als ik zulke spieren heb, dan kan ik naar de Olympische Spelen. Niet wetende dat het natuurlijk niet allemaal om de grootte van je spieren draait. Mm-hmm. Maar dat het ook om de kwaliteit en het uithoudingsvermogen, et cetera, noem het maar op. Maar dat ik Arnold Schwarzenegger daar zag, heeft echt mij geïnspireerd om uit te zoeken hoe hij dat deed. En dat ik daarvan kon leren, dat was een heel nieuw concept. Van, hey, wacht even, ik kan iemand nadoen die al succes heeft bereikt, wat ik ook wil bereiken. Mm-hmm. En als ik dan zijn principes, als het ware, overneem en in mijn eigen leven toepas, dan moet ik wel beter worden. Ja. En dat concept, dat was heel nieuw voor mij toen. En ben je echt hem daadwerkelijk gaan analyseren en gaan nadoen? Of had je een andere inspirator die daar dan, bijvoorbeeld op het roeivlak? Dat kwam later pas, want ik had natuurlijk altijd wel voorbeelden op het gebied van roeien. Mm-hmm. Maar dat waren toch allemaal jongens die veel groter waren dan ik. En op een gegeven moment kwam er natuurlijk wel iemand die een van mijn andere voorbeelden is dan Gijs Vermeulen, toproeier ook. Mm-hmm. Die ook relatief klein was. En, ik dacht toch van, ik moet het op een andere manier doen. Ik moet het op een, want hij was heel getalenteerd, die Gijs Vermeulen. En ik had toch het idee van, ik ben net niet zo technisch begaafd zoals hij. Mm-hmm. En ik dacht van, dan moet ik het als het niet uit de lengte gaat, dan moet het maar uit de breedte. En moet ik Arnold Schwarzenegger gaan nabootsen. Mooi. En hoe, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, want hoe kwam je als klein jongetje als fan van roeien? Was er iemand in je familie of keek je al naar Olympische Spelen? Of waarom was het roeien en niet bijvoorbeeld voetballen? Ja, het is grappig. Mijn vader die heeft geroeid. Mm-hmm. En
als heel klein jongetje zijn we een keertje naar het Amsterdamse Bostheater geweest en daar een theatershow gaan bekijken, wat ik al stom vond, want ik wilde gewoon natuurlijk buitenspelen of whatever. Mm-hmm. En we reden langs de bosbaan en toen zei hij, kijk eens Goof, daar zijn roeiers. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Oh. En toen zat ik echt wel van, boring. Mm-hmm. Van, we zitten gewoon in een bootje heen en weer te roeien. Yeah. Maar jaren later pas, toen ik eerst gevoetbald had en daar niet bijzonder succesvol in was, mm-hmm. in het geheel niet zelfs, toen kwam ik via de gymles op een roeivereniging terecht. Mm-hmm. En daar ging ik in een klein bootje zitten, zo'n skifje. Mm-hmm. Dat is een hele lekkere zomerdag. Mm-hmm. En de coach die nam me mee het water op. En ik flikkerde natuurlijk meteen uit die boot in het water. Maar ik klom er weer in. En het was heel snel. En in zo'n skifje ga je echt over het water. Dus je zit heel dicht bij het water in een heel smal bootje. Mm-hmm. Dus iedere beweging die je maakt, die voel je. Maar ook als je er snelheid en kracht in stopt, dan voel je direct wham, zo'n enorme zwieper door dat water heen. En doordat je zo laag bij het water zit, geeft het een enorm gevoel van snelheid. En dat was destijds, vond ik dat een heel mooi gevoel. En ook het gevoel dat ik iedere beweging en iedere kilojoule aan energie die ik erin stopte, die kreeg de boot terug als het ware. Dus je ziet een heel erg direct overeenkomst tussen een correlatie tussen input en output. Mm-hmm. Dat vind ik nog steeds een heel mooi ding aan roeien. Mooi. En toen ben je eigenlijk vanaf die bewuste gymles ben jij daarin verder gegaan? Of hoe zag dat eruit? Ja, te gegrepen echt meteen. Ja. Meteen, want de coach die zei ook van, oh, ja, je hebt best wel een gevoel ervoor. Mm-hmm. Dus die zei ook van, oké, kom maar eens met de wedstrijdselectie meedoen. En toen heeft hij me op zo'n indoor ergometer gezet. En daar even mee laten doen. En toen wist ik veel hoe dat werkte. Dus ik ging gewoon als een bezetene weg. En toen kwam ik er eigenlijk wel achter dat datgene waar ik dan wel veel talent voor had, was een soort bepaalde manier van doorzetten op het moment dat het moeilijk wordt. Govert, ja. Ik las ook in een interview dat jij eigenlijk zegt dat als het over topsporters gaat op heel hoog niveau, dat bijna iedereen fysiek zo'n beetje gelijk is. Hè? Maar mm-hmm. dat je juist het verschil tussen winnen en verliezen, het hem heel erg zit in de mentale kracht die de mensen hebben, al dan niet hebben. Ja, ja. En dat zit hem vooral in de mentale kracht op dat moment. Dus het moment dat je moet pieken of het moment van de waarheid. Mm-hmm. Dan wordt het onderscheid gemaakt tussen wie het echt graag wil. En wie echt op dat moment de beslissing kan maken. Ik ga door dit punt heen dat mijn lichaam zegt ik wil niet meer. Ik ga door dit punt heen dat mijn lichaam schreeuwt tegen me. Stop nu, want je maakt jezelf kapot. Stop nu, want dit is niet gezond voor je. Mm-hmm. En alle signalen, alle alarmbellen die gaan dan rinkelen. Maar degene die al heel erg goed in zijn hoofd heeft geknoopt van ja, dat punt gaat komen. En ik kies er ondanks al die pijn voor om het toch te doen. Dat is degene die uiteindelijk wint. Ja. En jij gebruikte eigenlijk het werkwoord kiezen. Bedoel je daarmee dus dat je dat jezelf kan leren, dat het een keuze is? Naast uiteraard dat talent. Maar als je er even vanuit gaat dat iedereen fysiek gelijk is, komt het op dat laatste beetje aan. Ja, precies. En dat is een van de dingen die ik op een gegeven moment doorkreeg uit een boek van Viktor Frankl. En dat is, gaat over een man die in een concentratiekamp heeft gezeten. Mm-hmm. En die kwam erachter dat zelfs op het aller kutste moment mm-hmm. hebben we nog steeds de mogelijkheid in onze hersenen om te kiezen tussen ga ik de hoop opgeven of ga ik doorzetten. En dat moment, dat is een heel krachtig moment. En een van de dingen die dat ook leert, dat is bijvoorbeeld mindfulness meditatie. Die laat ook zien dat je altijd op een gegeven moment nog steeds de controle hebt, of niet de controle hebt, maar de keuze om ofwel naar gedachten te luisteren, ofwel kan ik dat loslaten en ervoor kiezen om een andere gedachte te denken.
Ja, en ik moet dan even aan Mandela ook denken, die in gevangenschap zat en dus ook dit soort lessen bij zichzelf kon toepassen. Heb jij toen eigenlijk in het begin, want je was net eigenlijk op het punt van jouw opbouw naar topsporter, dat je dus ontdekte dat je een talent had. Heb jij van dit soort, want het lijkt een beetje op biohacken waar we het straks over gaan hebben. Mm-hmm. Heb jij van dit soort tools toen al gebruik gemaakt? Naast het echt harde trainen van gewoon het roeien zelf? Ja, eerst niet natuurlijk. Mm-hmm. Want dit leer je pas op het moment dat je eigenlijk het ook een paar keer verneukt hebt. Mm-hmm. En een van de momenten dat ik het dus grandioos verneukte was op een junioren WK. Waarbij ik echt, nou ja, zo hard getraind, dat had ik nog nooit gedaan. Mm-hmm. En met mijn ploeg haalde ik de finale op 1/10 van een seconde, haalde ik het niet. En toen moest ik eventjes terugkijken. Allereerst ben je aan het balen en ik lag hyperventilerend in die boot, helemaal kapot. En waar was dat, Govert? Dat was een junioren WK in Amsterdam. Oké. Okay. Waar ook mijn moeder kon kijken. En die zag mij vervolgens helemaal apengapen daar in die boot liggen. Mm-hmm. En werd ik naar de ziekenboeg gedragen. Mm-hmm. Ja, maar terugkijkend op dat moment heb ik moeten beseffen van, ja, er waren in die race momenten dat ik me in heb zitten houden, omdat ik bang was om die pijn aan te gaan. Om door te zetten. Mm-hmm. Op dat moment. En toen moest ik wel bij mezelf een soort van beseffen van, hey, wacht even, Govert, je kan nog beter, maar dan moet je wel op dat moment kunnen kiezen. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, en dat heb je geconstateerd bij jezelf. Je zegt terecht, daar heb je gewoon allerlei tegenslagen ook voor nodig. En je bent daarna dat gaan analyseren en ermee aan de slag gegaan. Is het zo simpel of was het vallen en opstaan? Nee, want je bent natuurlijk jong en je hebt, kijk, het internet was toen nog niet zo vol met allerlei YouTube-filmpjes, mm-hmm, die je van alles leerde. Mm-hmm. Maar wat ik wel leerde toen was dat er in de krant las ik een stuk over de Iceman, die Nederlandse Wim Hof. Yeah. En ja, dat was toen echt nog een gekkie die in het Vondelpark zwom en mm-hmm, mensen heel erg raar vonden. Maar hij claimde toen al dat hij zijn parasympathisch zenuwstelsel kon beïnvloeden. En ik had me toen al heel erg ingelezen over de menselijke fysiologie. Over spieropbouw en hoe dat werkt ook met het zenuwstelsel. Dus ik zag in van, hey, wacht even, deze man claimt dat hij iets kan doen wat zijn parasympathisch zenuwstelsel, zijn herstelsysteem, kan beïnvloeden. En toen ging er bij mij een soort van spider sense ging aan van, hey, wacht even, ik vang hier iets op, mm-hmm, wat potentieel me verder gaat helpen. En toen bleek hij net voor het allereerst deze methode ook te gaan leren aan een groep mensen, omdat hij die mee wilde laten doen aan een wetenschappelijk onderzoek in het in de Radboud Universiteit. Ja. En toen heb ik dus als allereerste van de Iceman heb ik zijn technieken mogen leren. En dat heeft de hele het hele mentale / meditatie gebeuren bij mij in gang kunnen zetten. Want daarvoor had ik geen idee hoe het werkte. Nee, ik heb recent Koen de Jonge geïnterviewd, die met hem heeft meegelopen ook en het boek met hem heeft geschreven. En, Dat is heel mooi wat dat teweeg kan brengen. En dan ben ik even benieuwd, was dan, want je zit natuurlijk, je hebt altijd geroeid in teamverband, hè? Mm-hmm. Waren dan jouw teamgenoten hier ook mee bezig? Of zeiden die van, joh, Govert, waar ben jij al mee bezig voor rare kost? Of had je meer mensen die dat, ja, die toch die nieuwe foefjes, uitvindingen, die dat met jou samen op zoek gingen? Nou, ik heb natuurlijk een enorme bak aan ridiculisatie over me heen gehad. Dat ik in koud water ging zwemmen en rare shakes en supplementen at. Mm-hmm. En, ja, dat is in het begin lacht iedereen je uit. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, als je resultaten behaalt, dan gaan mensen ineens kijken van, hey, wat had je nou net? Of hoe trainde jij nou deze winter? Mm-hmm. Dan gaan ze in één keer op een andere manier naar je kijken. En teamgenoten gingen dan ook wel dingen overnemen. Maar het grappige wat ik zag bij teamgenoten en bij concurrenten overigens ook, dat die heel veel vertrouwden op het, laat zeggen, talent wat ze hadden gekregen. En niet zozeer op het verbeteren van hun zwaktes.
En dat was juist een van mijn sterke punten, was dat ik ook mijn zwakke punten ging aanpakken. En zij maakte eigenlijk alleen maar hun sterke punten sterker. Ja. En is bijvoorbeeld jouw coach op een gegeven moment ook meer deze kant op gegaan in zijn algemeenheid? Of heb je dat toch eigenlijk altijd in zekere zin op eigen houtje gedaan voor jezelf? Ja, het was redelijk op mijn eigen houtje, omdat coaches ook niet zo diep in deze materie zitten. Mm-hmm. En ook niet zo, meestal ook niet zo vooruitstrevend zijn. Nu heb ik toevalligerwijs, omdat ik zelf ook een podcast heb en veel coaches interview, kom ik wel mensen tegen die ook met dit soort dingen bezig zijn. Mm-hmm. Maar nee, je moet zo erg op on point van de huidige ontwikkelingen zitten. Mm-hmm. Dat je bijna een fulltime job nodig hebt om dit soort dingen uit te zoeken. Ja. Dat deed ik dus. Dat was het enige waar ik mee bezig was naast het roeien. Mm-hmm. Was gewoon de hele dag door zat ik onderzoek te doen naar dit soort zaken. Ja, en wat waren in die tijd de gekste dingen die je hebt gedaan? Dat ijszwemmen was destijds heel raar. Ja. Ja, nu doet iedereen en zijn moeder het. Mm-hmm. Maar dat was destijds heel raar. Ik had een slow juicer waar je gras doorheen kon persen. Dat vonden ze ook heel raar. Ja. En ik experimenteerde met Chinese kruiden die volgens de Chinese geneeskunde de energielevels zouden verhogen en je VO2 max verhogen en dergelijke. En dat werd ook bij de Olympische Spelen in Beijing, waar lekte dat uit dat die Chinezen dit en dit en dit middeltje gebruikten. En dat was geen doping. En dat was dus geen doping. Want dat ik was altijd inderdaad op zoek naar datgene wat wel werkte als doping, maar geen doping was. Ja. En dit was bijvoorbeeld een schimmel van die groeit op een rups. En die rups die wordt langzaam van binnenuit overgenomen door die parasitaire schimmel. Okay. En die rups die eet je dan. Ja. Die schimmel die erop groeit. Mm-hmm. En dat groeide alleen in de Tibetaanse hoge bergen. En die Chinezen betalen daar goud geld voor. En dat was dus een middel om de prestaties te verbeteren. En rammend smerig. Echt zo smerig dat ik het at en dan met rende naar de badkamer en mijn tanden ging poetsen. En omdat het gewoon echt zo smerig was. Mm-hmm. En dat heb ik ook wel aan mijn teamgenoten, hebben we een tijdje gehad dat we dat samen hadden genomen. Ja. En dat was bijna een soort van overwinning op zich als we dat middeltje binnen hadden gekregen. Mooi. Ja, en op een gegeven moment, jij bent dus vanuit het beginnen, als we dan in grote zevenmijlslaars er even doorheen lopen, jij bent op een gegeven moment bij de Amsterdamse studentenvereniging gaan roeien. Mm-hmm. En wat zijn jouw hoogtepunten in de roeicarrière geweest? Bij de Amsterdamse studentenroeivereniging Neerhuis heb ik twee keer mee mogen doen aan de varsity. En die ook twee keer mogen winnen. En dat is in roeiland is dat wordt op dezelfde hoogte gesteld als een Olympische medaille halen. Ja. Omdat het gewoon zo'n bizarre gewaarwording is dat je een wedstrijd wint waarbij de hele vereniging, de hele kant het water in springt om jou te feliciteren. En mooi, daar ja. Boot dan vervolgens zinkt. En de avond een feest is met gratis drank voor iedereen. Geweldig, ja. En iedereen zingen en noem het allemaal op. Dat is een absoluut hoogtepunt geweest. En welke jaren is dat geweest, Govert? Van 2012 en 2014. Ja, ja. En in 2016 natuurlijk de Olympische Spelen mee mogen maken. Dat was van Rio de Janeiro. Ja, klopt. Ja. En je bent vanuit dus eigenlijk de studenten en de varsity overwinningen, ben jij, hoe moet ik me dat voorstellen, ben je geselecteerd? Of ben je, hoe ben je bij de Olympische Spelen gekomen? Door steeds meer, ja. Ja, ja ten tijde ongeveer van die 2012 overwinningen werd ik ook gescout. Mm-hmm. En toen mocht ik als eerste een beetje mee trainen. Ja. En dan moet je een beetje jezelf gaan bewijzen in zo'n groep. En toen heb ik ook zo de ballen uit mijn broek getraind. Daar kan ik nu nog bijna nachtmerries van krijgen van hoe moe ik destijds was en hoe hard je trainde. Mm-hmm. Maar ja, daar heb ik me wel inderdaad bewezen.
voor de coaches die ook door hadden van, hé, wacht even, deze jongen heeft toch wel net even iets in zijn mars wat niet helemaal normaal is. Of in ieder geval anders dan die grote gasten. En toen werd ik ook dan op een specialistische plek gezet in de boot, waar je toch wel een bepaalde vorm van techniek en doorzettingsvermogen voor nodig hebt om en zo een ploeg echt iets unieks mee kan geven. Mooi. Dan ben je eigenlijk, ik weet niet precies die specialistische plek. Dan ben je eigenlijk degene die, want je hebt geen stuurman hè, op dat moment, als ik het goed heb begrepen. Maar wat is dan jouw, dan ben je voor het team degene die het moet regelen? Dan ben je, dat heet de slagman. Ja. En je geeft het ritme aan. Je bepaalt eigenlijk welke ritme de ploeg gaat roeien. En de rest volgt. De rest volgt dat ritme, als het goed gaat. Mm-hmm. En dan bepaal je eigenlijk wat voor soort slag er geroeid wordt. En dat kan je net zo zien als in het dans. Dat jij degene, of als het dirigent, als degene die een soort van zijn eigen sportieve stempel maakt en drukt op een ploeg. Ja, en een grote verantwoordelijkheid natuurlijk ook naar de rest van je team heb je. Je moet absoluut een bepaald soort leiderschap hebben om dus heel bepalend te zijn in een team. Ja, en heb je daar dan ook, want jij maakt echt best wel onderscheid tussen fysiek trainen en ook mentaal trainen. Ik kan me voorstellen dat mentaal, dan moet je ook wel echt wel dat heel goed in de gaten hebben hoe je dat moet doen. Dus dat die mentale kracht dan ook van pas komt. Of zie je dat anders? Oh nee, absoluut. Absoluut. Je bent je hebt een enorme verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En een enorme hoeveelheid druk die erbij komt kijken. Ja. En daar moet je mee om leren gaan. Dus je moet heel cool kunnen blijven. Mm-hmm. Op het moment dat er shit serieus wordt. Ja. Dus daar heb ik een heleboel moeite voor moeten doen. Om die skill te leren om cool te blijven en rustig te blijven. In de situaties waarin er helikopters overvliegen met camera's en iedereen naar je kijkt, om het zo maar te zeggen. Ja, gaaf. En even voor de luisteraars, waar heeft het jullie gebracht in Rio? In Rio werden we vijfde. Ja. En dat vond ik toen heel kut, maar nu kan ik wel met een heleboel trots op terugkijken. Ja, dat is echt heel prachtig, ja. Hey, en Govert, hoe heeft het voor jou daarna eruit gezien? Want als ik het goed heb, was dat 2016... Mm-hmm. En jij bent daarna volgens mij ook nog in die topsport blijven roeien. Ja, ik heb toen nog een... Toen dacht ik natuurlijk na 2016 dat we vijfde werden, dacht ik natuurlijk, oké, volgende keer ga ik er nog een keertje heen en worden we eerste. Ja. en toen zijn we met dezelfde ploeg nog een jaar doorgegaan. En toen werden we vierde op de WK. Toen dacht ik, hoe is het eigenlijk in de lijn als we dit doorpakken? Dan zijn we in 2020 Olympisch kampioen. Ja. Maar toen kwam eigenlijk een beetje de moeilijkheid erin dat er ook hele nieuwe jongens bijkomen en dat er politiek gezien dingen veranderen en blessures gooien ook goed in het eten. En zo kan in één keer een hele korte tijd kan een carrière eigenlijk omslaan. Mm-hmm. En merkte ik eigenlijk ook dat ik in mijn diep van binnen voelde van, hey, is dit nog wel de juiste omgeving voor mij om het beste uit mezelf te halen? En kan ik hiermee nog, laat zeggen, mijn zielsmissie voltooien? Om het maar even vaag te zeggen. Ja, is wel ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want kan je uitleggen, want je zegt, ik zeg het vaag, maar kan je iets concretiseren wat jouw zielsmissie is? Nou ja, kijk, dat zou heel mooi zijn als ik het heel concreet kon zeggen. Ja. Maar het is een bepaald gevoel. Ja. Het gevoel wat ik nu heb is dat ik een heleboel geleerd heb tijdens die weg. Mm-hmm. En dat ik dat op een bepaalde manier aan mensen kan leren en die daar heel veel aan hebben. Ja, en dat is niet zozeer alleen aan topsporters, maar ook aan, ik zeg maar even, gewone mensen, toch? Als ik het eigenlijk de lessen die je hebt geleerd nu overbrengen als podcaster, als coach, als schrijver aan de mensen, toch? Ja, en dat vind ik ook hartstikke. Ik merk ook dat ik dat hartstikke leuk vind. Dus dan heb je een soort van mooie mix tussen datgene wat je leuk vindt, datgene waar je
waar je gelukkig van wordt. Ja. En datgene waar je voor betaald kan worden. En dan heb je echt heb je het goede. Ja. Ja, ja, ja. Dus jij zegt eigenlijk, ja, er waren wat omstandigheden om mij heen die die wereld ook anders maakten. Maar heb je uiteindelijk zelf de knoop doorgehakt om de andere kant op te gaan? Of is het je meer overkomen? Ja, het overkwam me. Ja. Terwijl ik zelf ook al... Het is een heel raar moment waarin je al zover alles hebt geïnvesteerd dat je niet meer kan opgeven. Mm-hmm. Maar je eigenlijk wel weet van, hey, ik moet hier weg. Yeah. Maar je zit zo diep in de maalstroom, mm-hmm, dat je er ook niet zelf meer uit kan. En dan ga je dus jezelf, denk ik... Ja, mensen ruiken dat ook, weet je. Dus mm-hmm, coaches en teamgenoten die roken ook al aan van, hey, die Govert, die is niet meer de oude Govert die we kenden, weet je. Terwijl, die zat er nog wel in. Ik won nog wel af en toe wedstrijden, weet je. Mm-hmm. Maar ik kon niet meer zo hard trainen. En ik kon niet meer die echte motivatie, die prepare to die motivatie, kon ik niet meer opbrengen. Ook al wilde ik het heel graag. Ja. En toen? Wat heb je gedaan, zeg maar? Ja, toen ben ik van de ene dag op de andere dag gewoon helemaal ermee gestopt. Oké. En gelukkig heb ik toen wel Pieter van der Hoogband, die is chef de mission. Mm-hmm. En die heeft toen wel mij bij de hand genomen en gezegd, ja, Govert, we gaan even iets anders voor jou verzinnen. Sindsdien ben ik podcaster geworden. Ja, superleuk. Ja. Voor de stichting van Pieter van der Hoogband. En voor mezelf nu ook. Ja. En heb ik het om kunnen vormen in een coaching business. Ja, en ben je heel inspirerend, want zo heb ik jou ook gevonden. Ik was heel erg geïnteresseerd in... het leek mij leuk voor mensen van mijn podcast. Ik ben op zoek steeds naar bijzondere mensen met een mooi verhaal. Nou, dat heb jij. En het is ook altijd leuk als mensen iets van leren of iets kunnen proberen. Of het gewoon eens iets een nieuw geluid horen. Mm-hmm. Nou, jij bent voor mij een nieuw geluid. Dus volgens mij zijn er in Nederland nog niet zo heel veel biohackers. Tenminste, voor mij niet, hè, als ik ga zoeken. Ja. Veel gevonden. Nee, dan kom je bij jou uit. En ik zou het heel graag met jou daar nog eens even over hebben. Van, zou je gewoon eens aan de mensen die zitten te luisteren en die het fenomeen niet kennen, zou je gewoon willen uitleggen wat biohacking überhaupt is? Ja hoor. Het is in feite wat ik net schetste. Mm-hmm. Hoe kan je van je lichaam en je geest, hoe kan je daar aan bepaalde knoppen draaien? Mm-hmm. En bepaalde trucjes of lifestyle veranderingen toepassen, waardoor het allemaal net even beter gaat werken. Waardoor je net even iets sterker wordt. Waardoor je net eventjes iets minder stress ervaart. Waardoor je net eventjes iets meer energie ervaart gedurende de dag. Of minder inkakkers. En daardoor kan je uiteindelijk als topsporter, gaat het gewoon secondes opleveren. Dat is heel duidelijk. Mm-hmm. Maar als normale sterveling levert dat je gewoon meer levensvreugde op. Hogere productiviteit op je werk. Mm-hmm. Meer energie gedurende de dag. Krijg je gewoon meer gedaan. En een bepaald soort bewustwording van alle processen in je lichaam die meespelen, waardoor je uiteindelijk gewoon een chill leven hebt. Ja. Zo zie ik het. Als ik het zo beluister, ik weet niet of ik het dan goed beluister, maar er hoeft niet in eerste instantie een probleem te zijn. Het kan juist, het is toch de idee ook van jou van, je bent mens en het uitgangspunt is voor iedereen anders. Maar je hoeft niet per se ziek te zijn of zo om hiermee toch aan de gang te gaan. Het is toch juist ook om wat er al is te verbeteren of Klopt, ja. De meeste mensen die beginnen wel vanuit een bepaald ziektebeeld, beginnen ze. Omdat ze dan uiteindelijk niet meer bij de dokter. Kijk, zijn meestal dan vage klachten of zo. Mm-hmm. Darmgerelateerde klachten of energiegerelateerde klachten. En dan zie je dat je bij een arts niet goed wordt geholpen. En dan gaan ze op internet zoeken. En zo kom je dan bij bepaalde mensen die het al een keer eerder opgelost hebben. En in biohacking werkt het zo dat er tegenwoordig een heleboel, laat zeggen, particuliere laboratoria of meetinstrumenten te vinden zijn. Die dingen kunnen meten, zodat je op een gegeven moment een eigen diagnose kan stellen. Bijvoorbeeld door middel van een ring die je slaapfases meet. Of die je hartslag en je stressniveau kan meten. Of door een DNA-test die je kan doen, waardoor je kan zien, hey, zet ik bijvoorbeeld bepaalde B-vitamines wel goed om? Of moet ik in de winter juist meer zon hebben? Mm-hmm. En darmtesten die kunnen laten zien van, hey,
heb ik wel de juiste bacterieculturen in mijn systeem zitten? Of moet ik meer vezels eten? Mm-hmm. En dan precies kun je ook tegenwoordig zien welke soort vezels je moet eten. Of welke bacteriën je moet doen om die balans te herstellen. Oké. Ja. Dat zijn... Want eigenlijk, dat zijn eigenlijk een soort meetinstrumenten. Kan jij aangeven zeg maar waar biohacking op wat voor soort items dat ziet? Dat is bijvoorbeeld voeding, maar zijn er nog meer onderwerpen waarin het spectrum van biohacking zich kan afspelen? Ja, absoluut. Je hebt de meest voor de hand liggende en waarmee de meeste mensen beginnen is voeding. Ja. Dat je uit gaat zoeken welke voeding voor jouw biologie het allerbeste is. Daarnaast heb je ook meditatie en stress. Dus hoe kan je in jouw leven stress naar beneden halen? En vaak zie je dan dat mensen toch een bepaalde skill als meditatie of mindfulness daarvoor gebruiken. Je kan je huis en je omgeving kan je helemaal optimaliseren. Zodat je bijvoorbeeld topsporters doen het al met het juiste bed uitzoeken. Ja, of ze slapen in een tent, heb ik wel eens gehoord. Ja, of in een tent slapen ze, een soort hoogtekamer simuleert. Of een stage simuleert. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld als jij op je computer zit en je kijkt nog tot laat naar een scherm, dat er blauw licht op je netvlies valt die je melatoninehuishouding verstoort, waardoor je minder diep slaapt. Okay. Dat soort zaken. Dus licht en licht, stress, voeding. Nou, dan vergeet ik er vast nog een paar. Ja, misschien ook wat jij net zei, koude en misschien warmte ook. Oh ja, precies. Ja, dus dat zijn factoren, temperatuur. Ja. Ja, sauna's bijvoorbeeld. Uh-huh. Die hebben hetzelfde, eigenlijk hetzelfde, maar dan tegenovergestelde effect als dat je gaat koude zwemmen. Uh-huh. Bepaalde metabole processen worden in je lichaam worden aangezet of uitgezet, waardoor je sneller kan herstellen. En dat maakt niet eens uit of het nou van sport is of van de stress die je gewoon op dagelijkse basis ervaart van het normale leven. Als je daar al een bepaalde vermindering in krijgt, dan hou je meer energie over om leuke dingen te doen. Zo simpel is het. Ja, en eigenlijk is het dus voor elk mens zou het handig zijn. En eigenlijk, dat is eigenlijk, het is biohacking, is het verbeteren, maar het is ook een soort verouderingprocessen tegen te gaan. Hè? Maar eigenlijk, als ik het zo beluister, zou je er nu mee kunnen starten en niet pas als het nodig is. Ja, precies. Ja, inderdaad, wat je net zegt, er zit een bepaalde... datgene wat je doet heeft effect over jaren. Dus als je daar nu mee begint, dan heb je eigenlijk dan treedt het verouderingsproces. Mm-hmm. Dat treedt pas later op of langzamer op. Dat is voor veel mensen, daar heb ik me destijds nooit echt op gericht. Maar dat is een bijkomend voordeel. Ja. Heel veel van de technieken die in topsport worden gebruikt, komen ook voort uit klinieken die anti-aging propageren. En die dat soort technieken ontwikkelen voor mensen die minder rimpels willen hebben of er mooier uit willen zien. En die processen werken in principe hetzelfde als voor het herstellen van topsporters. Ja, dus dat is voor de lange termijn, maar eigenlijk door het direct te doen heb je ook voor de korte termijn voordeel in de vorm van energie of minder stress of dat soort dingen. Ja. Ben ik eigenlijk wel benieuwd, je hebt heel veel dingen geprobeerd. Je hebt net ook al wat extremere dingen genoemd. Wat heeft voor jou persoonlijk gewoon de meeste impact gehad? Meditatie, ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel meditatie en voeding. Kijk, ik begon bij voeding en dat kan ik wel zeggen. Ja, als ik echt het heb voeding heeft heel veel impact gehad. Echt extreem veel. Maar meditatie zie ik als, dat heeft nog steeds een heleboel impact. En meer en meer en meer. Omdat voeding is, heb je op een gegeven moment heb je dat onder de knie. Weet je? Dan heb je dat gewoon geperfectioneerd. Ja, waar moet ik aan denken? Want als iemand dit hoort, dan denken ze van ja, ik eet nu dit. Maar wat zijn dan wat voor lijn heb je daarin gevolgd? Of wat heeft jou daar zoveel in gebracht? Gewoon... Nou, heel simpel. Ik deed een DNA-test en daaruit kwam dat ik geen lactose kan verteren. Okay. Ja. Best een eye-opener, ja. Best wel een eye-opener, want ik at gewoon 5 eiwitshakes op een dag. En dan krijg je inderdaad... kijk, je weet wel dat je als je vieze winden laat,
dat er dan iets mis is, maar je weet niet wat, weet je? Ja. En dan kom je achter zoiets. En dat kan gewoon, dat heeft zo'n grote impact als je iets eet wat je niet goed kan verteren. Mm-hmm. Als je iets eet waar je lichaam niet een allergische reactie, maar een intolerantie voor heeft. Ja. Ja, dat scheelt zoveel energie. Maar daar kwam je eigenlijk achter met een test. Ja, precies. Dus als mensen dat zouden willen weten, dan moet je een test doen? Of ligt het zo simpel niet? Kijk, als ik terugkijk, dan denk ik van, ja, had ik dat kunnen weten? Tuurlijk. Mm-hmm. Want ik liep de hele dag vieze winden. En dan weet je dat er iets niet goed is. Die goed is. Maar ja, als je dat al je hele leven doet, dan weet je ook niet hoe het wel kan. Ja. En dat zie je met zo'n test in één keer van, oh, wacht even, het staat hier zwart op wit. Mm-hmm. Ik heb een officiële verklaring van mijn intolerantie. Ja, ja. En zeg je daarmee ook van, het is voor jezelf, als je dingen wil gaan onderzoeken, ook wel goed om te kijken van, hoe is het nu? Want eigenlijk is zo'n test is dat je meet, hè? Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel instrumenten die meten. Je hartslag kan je meten, je stressniveau kan je meten. Je kan van alles meten. Mm-hmm. Dat lijkt me wel een belangrijke tool om te weten van ga je vooruit of ga je achteruit of wat brengt het je? Ja, absoluut, absoluut. Dus daarom, ik zeg ook altijd, ik heb een heleboel fouten erin eerst gemaakt door gewoon meteen maar te beginnen met een bepaalde hack of een bepaald middel of een tool om jezelf te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld heel veel proteïnepoeders eten. Zoals ik net zei, dat resulteert niet altijd in een positief effect. Nee. Hoewel ik er wel eerst in eerste instantie spieren van opbouwde. Mm-hmm. Maar dus daarom, ik zeg ook altijd, check yourself before you hack yourself. Dat is wel heel leuk, want ik had jou gevraagd om een spreuk en daar is die dan. Ja, maar dat bedoel jij inderdaad met bepaal je uitgangspunt. En dan kan je ook kijken van, want misschien zijn er ook wel dingen die je daarna gaat proberen die nog onder je nulpunt geraken. Als het toch een verkeerd effect heeft. Inderdaad. En je moet gewoon een soort van base level hebben om te kijken of datgene wat je wil verbeteren ook daadwerkelijk verbetert. En ik zeg ook wel, dat is een andere, what gets measured gets improved. Dus ik zie het gewoon zo vaak ook bij mijn cliënten van alleen al het meten mm-hmm. van de, laat zeggen, de hoeveelheid slaap of het meten mm-hmm. van de hoeveelheid eiwitten of koolhydraten die ze binnenkrijgen, zorgt er al voor dat ze eigenlijk meer van het goede gaan doen. Ja, en je wordt bewust. En ik kan me ook wel voorstellen, dat heb ik zelf ook gewoon wel ondervonden met hardlopen of wat dan ook. Kijk, je hebt een zekere dosis wilskracht. Die is voor iedereen verschillend. Maar als je gewoon meet en je ziet kleine stapjes vooruitgang, is dat sowieso ook wel een soort bewijs voor jezelf dat dat je goed bezig bent. Ja, het is bewijs. En het is elke keer wanneer je een klein overwinningje haalt, komt er een dopamine shotje in je brein vrij. Yeah. Wat ervoor zorgt dat dat het zegt, hé, je bent op de goede weg, ga hiermee door. Ja, daar kan je natuurlijk ook enorm in doorslaan, kan ik me zo voorstellen. Want meet jij altijd? Of kan je ook nog wel bijvoorbeeld lekker hard lopen zonder een hartslag meten? Of is dat moeilijk? Nou ja, in de topsport word je gewoon als het ware verplicht om je hartslag te doen. Want dan, zeg maar, iemand anders haalt de data eruit voor jou. Mm-hmm. Maar nee, zelf kan je ook helemaal gek worden van het meten. Mm-hmm. Dus uiteindelijk is het voor mij is het hoogste doel dat ik uiteindelijk mijn lichaam zo goed leer te begrijpen dat ik het ook zonder een meetinstrument kan interpreteren. Ja, dus dat je echt naar je gevoel gaat. Of precies. Dat je goed voelt en dat je denkt van oké. Ik heb de goede knoppen aangezet. Ja. Maar ja, daarvoor moet je eerst wel eventjes heel goed leren hoe het systeem is. En daarvoor moet je eerst heel veel metingen doen voordat je het op intuïtie kan doen. Ja, dat vind ik heel mooi. En nou ben jij eigenlijk, als ik het zo beluister, vanaf je 15e al heel erg geïnteresseerd in dit soort onderwerpen. Als je nou dit zou horen, dit verhaal, en je denkt, nou, ik zou het ook wel eens willen proberen of iets willen proberen. Er zijn heel veel tools, heel veel dingen. Je zegt net zelf ook hele verschillende onderwerpen. Koude, warmte, voeding. Je kan niet alles tegelijk starten. Zeker als je nog nergens mee begonnen bent. Maar mm-hmm. wat zou voor iemand een stapje kunnen zijn? Als ze iets aan biohacking willen doen? Nou ja, je kan allereerst een soort wearable-achtig ding dragen. Bijvoorbeeld een Apple Watch tegenwoordig. Of een mm-hmm. Fitbit.
Mm-hmm. Daar zit al zoveel meetapparatuur in, dat je daar al een heleboel informatie uit kan halen. Over je hoeveelheid beweging, over je hoeveelheid slaap. En alleen al met die informatie kan je kijken of je op de goede weg zit. Haal je de hoeveelheid slaap die een mens nodig heeft? Haal je de hoeveelheid stappen die je nodig hebt om in een juiste conditie te blijven? Ja. Dat is zo simpel. Of een andere is inderdaad om tegenwoordig zijn DNA-testen zijn vrij goedkoop verkrijgbaar. 23andMe is een bedrijf wat dat aanbiedt. 3andMe zeg je? Oh. Ja, 23andMe, het cijfer 23 and me. Oké, okay. Ja. Daar kunnen mensen gewoon een DNA-test laten doen. Mm-hmm. En er komt al echt al best wel een boel informatie uit. Het is wel basic allemaal. Dus het is niet het allerhoogste niveau. En met dit soort bedrijven is het ook altijd zo van... Oké, wat gebeurt er met jouw informatie? dat is dus ook recent uitgekomen. Dat geldt voor bijna alle wearables en trackers. Dat is een beetje de donkere kant van dit verhaal. Is dat ze jouw informatie gewoon gebruiken en verkopen aan derden. Dus ja, ik ben altijd wel een beetje voorzichtig met mijn zeker mijn genetische informatie. Ja. Die geef ik niet zomaar weg aan iedereen. Nee, want dat is natuurlijk ook inderdaad wat je zegt, de donkere zijde. Er zijn natuurlijk op dit gebied allerlei innovatieve ontwikkelingen. We hebben natuurlijk ook... Peter Joosten die een chip in zijn arm heeft geplaatst. En ik kan me voorstellen dat er ook mensen denken... als je er helemaal je in gaat verdiepen van... hebben we dat straks allemaal? Dat het ook een beetje engig kan zijn. Met name als die informatie in verkeerde handen komt. Ja, precies. Nou, het hoeft niet eens echt verkeerde handen te zijn. Als straks Facebook jouw genetische informatie krijgt... dan kan hij... Alleen al op basis daarvan kan hij heel goed adverteren. Ja. Wat natuurlijk aan de ene kant fijn is, maar aan de andere kant... Wat kan je er nog meer mee? Ja, en wat zie jij nog voor toekomstige ontwikkelingen op dit vlak... die gewoon best wel groot zijn? Of waar werkt men aan? Nou ja, het hele wearable gedeelte van de technologie... Dat staat nog echt in de kinderschoenen. En dat gaat zo'n enorme vlucht maken. Dat het in iedere telefoon komt. Of in iedere Apple Watch of iets dergelijks. Dat het gewoon altijd er standaard in zit. Plus als je dat combineert met machine learning en artificial intelligence. Dan kan je uit die immense hoeveelheid data. Kan een machine vervolgens alle informatie omvormen tot bruikbare acties voor jou. Okay. Terwijl je dat nu nog allemaal zelf moet doen... of er een coach voor moet inhuren die data kan analyseren. Ja, want Govert, jij bent ook zo'n coach. Jij kan mensen ook helpen met dit soort stappen te onderzoeken en te nemen? Of hoe werkt dat? Ja, totdat er een artificial intelligence komt... die dat inderdaad van mij overneemt, ben ik een coach, ja. Ja, ja. Mooi. Ja. Nou, leuk. Ik vind het erg leuk om straks nog even over jouw nieuwe product te hebben. Maar heb jij nog op dit vlak iets wat je aan de mensen kwijt wil? Iets wat we nog niet hebben behandeld of waarvan je zegt, nou, dat is belangrijk. Of kijk daar eens naar. Ik denk dat je redelijk voorzichtig ook af en toe moet zijn met dit soort zaken. Mm-hmm. En dat komt ook omdat ik dat niet was, dat ik dat zeg. Mm-hmm. En heel fout heb gemaakt. En dat je dus niet zomaar eventjes hiermee kan beginnen. Er zijn natuurlijk een heleboel hele veilige eerste stappen. Maar ja, als mensen in één keer een ketogeen of een heel koolhydraatarm dieet gaan volgen. Sommige mensen reageren er. En dat gaat vaak gepaard met een verhoging van je inname van vetten. Mm-hmm. Ja, voor sommige mensen is dat gewoon niet het juiste dieet. En er wordt op internet dan gezegd van... oké, dit is het nieuwe wonderdieet. Want jij doelt nu op het ketogene dieet. Dat is minder koolhydraten en meer vetten. Is dat simpel gezegd? Is dat... Heel simpel. Ja. Heel simpel gezegd is dat. En dat wint enorm veel aan populariteit. Ja. De programmers en Silicon Valley mensen het aan het doen... voor verhoogde productiviteit en concentratie. Ja. Maar ik krijg uit genetische data ook wel mensen die moeite hebben met bepaalde vetten.
En die krijgen dan verhoogd cholesterolgehalte. Zo'n 10% van de mensen heeft dat gen. En dan ben je gewoon de sjaak als je daarmee gaat spelen. Ja. Ja, het is geen spelletje. En hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor supplementen en allerlei dingen. Dat het wel belangrijk is als je daar echt serieus mee aan de gang wil gaan, om het misschien ook begeleiding in te zoeken. Absoluut, ik heb echt de supplementenmarkt vanaf, zoals ik al zei, toen ik 15 was, kunnen observeren. Ik ook werkzaam in geweest jaren. Mm-hmm. En dat was echt dat was en is nog steeds echt een cowboymarkt, waarin er zoveel gesjoemeld wordt met dingen die niet op de verpakking staan. Ja, en over je kwaliteit geloof ik, hè, van de stoffen. Ja, van, ja, wie kan jou nou garanderen dat wat erin zit ook van daadwerkelijk goede kwaliteit is, of dat het überhaupt hetgene is wat ze erop zetten dat het is? Ja, dat vind ik wel leuk. Van jij bent ook een fan, als ik het goed heb begrepen, van goede koffie. Ja. Bulletproof koffie hebben we natuurlijk over. Dat is in de biohacking een fenomeen. Dat is voor de mensen. Kan jij heel kort uitleggen wat dat is? Van, ja, bulletproof koffie bedoel ja, je? Ja, graag. Ja, bulletproof koffie is een koffie, maar dan van hoge kwaliteit. Dus niet zomaar eventjes de Douwe Egberts koffie die je in de supermarkt koopt. Mm-hmm. Van hoge kwaliteit die heel gecontroleerd, gefermenteerd is en gewassen is. Ja. Zodat er geen schimmels op groeien, wat normaal gesproken vaak voorkomt. Die weer een negatief effect op je gezondheid hebben. Mm-hmm. Die koffie mixen ze dan met een bepaalde vorm van kokosolie. Mm-hmm. Ook wederom een bepaalde vorm, niet zomaar eventjes gewoon kokosolie die je bij de supermarkt koopt. Mm-hmm. En dat schijnt je hoeveelheid ketonen in je bloed te verhogen. En ketonen zijn een soort superbrandstof voor je brein, waardoor je een verhoogde concentratie krijgt. En mensen halen daar een heleboel voordelen uit. Dus het is niet alleen cafeïne, maar het is dus ook nog een ander effect, een side effect van die ketonen. Precies, ja. Het modereert eigenlijk ook de, laat zeggen, soms van cafeïne kan je een beetje trillerig worden. Mm-hmm. En daar heb je dan geen, in ieder geval minder last van. Nou, dit was eigenlijk een bruggetje naar koffie. Want kan jij iets vertellen? Volgens mij heb je net een nieuw product gelanceerd. Mm-hmm. Wat met koffie te maken heeft. Ja, dat heeft met koffie te maken. Want koffie is een van de dingen die, nou ja, als ik twee dingen mocht kiezen om mee te nemen als voorbereiding op de Olympische Spelen naar een onbewoond eiland, dan zou één daarvan zou koffie zijn. Oh, wauw. Omdat het zo'n, nou ja, allereerst prestatiebevorderend effect heeft op het menselijk lichaam en op de menselijke geest. Dat, ja, als topsporter, om het niet te gebruiken, ben je gewoon een dief van je eigen portemonnee. Ik vind het heel grappig, want we hebben natuurlijk ook hier een enorme koffie- en thee-cultuur. Gewoon, oh ja. Ja, nee, als gezellig item. Niet eens als topsporter. Maar dit wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Oh ja, absoluut. Er is al zoveel onderzoek ook gedaan in de wetenschap die dat bevestigt. Mm-hmm. Dat als je het niet doet, dan mis je wat. Het zwarte goud, ja. Ja. Mooi. En jij bent hierop verder gegaan? Op koffie als speciale interesse? Omdat je gewoon de kracht van koffie hebt ontdekt? Ook voor jouw sportcarrière? Mm-hmm. Ja, inderdaad, de kracht van koffie. En ik ben op een gegeven moment ook overgeschakeld op echt die bulletproof koffie. Mm-hmm. Die ook van hoge kwaliteit is. Mm-hmm. En als je eenmaal dus iets hebt geproefd wat lekker is, dan wil je eigenlijk nooit meer iets wat smerig is. En ik kan nu bijna natuurlijk drink ik nog af en toe gewoon een lekker kopje Douwe Egberts, maar ik kan nu bijna niet meer normale koffie drinken. Net als met wijn. Als je helemaal goede wijn hebt gedronken, ga je nooit meer wijn uit een kartonnen doos drinken. Op de camping, ja. Op leuk. De camping. Ja, ja. Mooi. En daar ben ik op verder gegaan. Ook met het oog op biohacking. Mm-hmm. Omdat koffie gewoon voor, laat zeggen, op biohacking gebied doet het ook al. Echt een heleboel met het menselijk lichaam. Mm-hmm. Eerst is het een gezonde drank. Dus je hebt een heel hoog gehalte aan antioxidanten. Mm-hmm. Polyphenolen, die weer een voedingsstof voor de bacteriën in de darmen zijn. Dus zo zit er alleen al gezondheidseffect aan. En tegelijkertijd kan je koffie ook nemen met iets wat ook in het biohacking heel populair is. Als je aan het vasten bent. Mm-hmm. Dus aan het niet eten, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Als je niet eet, gaan er bepaalde opruimprocessen in je lichaam aan de gang. Die
herkennen het gebrek aan voedingsstoffen. En die zien dan eigenlijk, hey, we moeten weer ons straatje een beetje opruimen en gaan recyclen om het lichaam weer, weer van nieuwe voeding en energie te kunnen voorzien, zo meteen als we weer wel voeding krijgen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel oud evolutionair proces wat in ieder lichaam van de mens zit. En wordt ook al in bijna alle tradities wordt wel een vorm van vaste gedaan. Yeah. En ja, nu is het inmiddels in de wetenschap ook echt wel heel degelijk bevestigd. En in de sport ook, dat het zelfs een prestatiebevorderend effect heeft op het moment dat je sommige dagen aan het vasten bent. Ja, want je hebt nu dat intermittent fasting. Maar je zegt eigenlijk, ja, het komt uit de oude tijden. Bijvoorbeeld, net is de Ramadan afgelopen. Ja. En dat is eigenlijk ook, in feite deed men dat in een heleboel culturen ook al. En is het goede effecten van gebleken, ook op de gezondheid. Ja. En iets wat men altijd al wist. Mm-hmm. En wat men altijd al gedacht had, en wat zelfs bijna een soort van bijna religieus tintje heeft gekregen. Mm-hmm. Het wordt nu door de wetenschap bevestigd dat het ook daadwerkelijk op celniveau iets heel positiefs doet. Ja. En wat brengt koffie daarbij, zeg maar? Koffie is een drank uiteraard waar je energie krijgt. En als je past kun je nog wel eens wat minder energie hebben. Ja. Want je hebt geen eten. En dus het maakt vasten eigenlijk een heel stuk makkelijker. Okay. En het zorgt ervoor dat je dus net eventjes dat energiekickje hebt op het moment dat je 's ochtends eigenlijk zou willen ontbijten. Ja. Dus dat is een hele makkelijke. Plus er zitten gewoon 0 calorieën in. Dus je kan het nog steeds gebruiken tijdens je vasten. Okay. En wat is jouw nieuwe product, Govert? Ja, dat is inderdaad koffie. Maar koud gebrouw koffie. Dus het is een zogenaamde cold brew. Een cold brew is iets dat je, dat is heel, vrij populair aan het worden. Mm-hmm. En een beetje een hip soort drankje. Mm-hmm. Het wordt ook wel in cocktails en dergelijke toegevoegd als een soort van verfrissende koffiesmaak. Maar dit is het tegenovergestelde. Ik heb hier een soort gezondheidsdrankje van gemaakt. Cold brew, van dus hele hoge kwaliteit aan koffie. Gemixt met een supplement wat voortkomt uit de topsport. En wat is dat supplement? Ja, dat is het supplement waar ik je net over vertelde. Oh, eigenlijk, sorry. In China. Oh, okay. Worden er paddenstoelen en dergelijke gebruikt om prestaties te verbeteren. Oh, okay. Van topsporters en de energieproductie van in de Chinese geneeskunde wordt het gebruikt om de energieproductie van mensen die aan het herstellen zijn van een ziekte of gewoon die meer energie willen hebben, om dat omhoog te schroeven. Dus het is eigenlijk, als ik het goed begrijp, ik zag hele mooie flesjes op de website staan. Dat is een soort koude koffie gemixt met die bijzondere Chinese paddenstoelen mix. Ja. En dat is, kan je gewoon, kan je dat alleen maar drinken als je een halve marathon gaat rennen of fysieke inspanning doet? Of is het ook bedoeld als een drankje, als je denkt van nou, ik heb even wat meer power nodig, want ik moet mijn boek afschrijven, ik zeg maar wat. Mm-hmm. Absoluut. Dus, en ik wilde dat ook expres doen, dat het een soort van gezond alternatief is voor Red Bull. Okay. Voor een dergelijk drankje. Dus dat zou een goed moment zijn om het te nemen. Maar wat ik net zei, als je dus aan intermittent fasting doet, dan kun je dit soort dingen heel goed gebruiken. Als ondersteuning van hetgeen je aan het doen bent. Ja, want het ingrediënt, ook dat Chinese ingrediënt, de cordyceps, die paddenstoel, die stimuleert dezelfde metabole paadjes als dat vaste dat zou doen in je eigen lichaam. Dus die zorgt er eigenlijk voor dat je een soort van 1, 2, 3 combo hebt van positieve effecten van het vaste. Mooi, ja, mooi. Govert, dank je wel, want ik heb een heleboel nieuwe informatie. Ik hoop dat de mensen thuis er ook heel veel aan hebben. Mochten mensen met jou in contact kunnen hebben, dan kan ik in ieder geval zeggen dat jij een superleuke podcast hebt. Mm-hmm, mm-hmm. Om te luisteren, waarin jij allerlei experts interviewt en waar je zelf ook je eigen kennis tentoonspreidt. En hoe kunnen mensen jou vinden verder? De podcast kunnen ze vinden door Govert Forgiver met een 4. Dat is mijn alter ego. Leuk. Ja. Als ze dat intypen, kunnen ze dat vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcasts. En op mijn website kunnen ze contact opnemen voor coaching. Dus dat is www.govertviergever.com. En als ze de koffie willen proberen, kunnen ze naar www.ikigai.coffee.
En koffie is dan op zijn Engels geschreven. En ikigai is het Japanse woord voor datgene waar je je bed voor uitkomt. En in dit geval voor een goed bakje koffie. Goed bakje koffie. Ja. Leuk. Ja, ik zal al die gegevens ook nog eventjes bij de show notes zetten. Maar ik dank je hartelijk. Ik blijf je graag volgen. Ik vind het superleuk wat je doet. En ik hoop dat je nog een heleboel mensen mag inspireren en blij maken. En hartelijk dank voor jouw tijd. Ja, Govert Forgiver kunnen ze ook volgen op Instagram uiteraard. Dan moet ik er nog wel eventjes terloops bij vermelden. Want het zou superleuk zijn als mensen dat ook gaan volgen. Leuk. Nou, hartelijk dankjewel, dank. Dankjewel, Boutje. Jij ook. Ja. En graag nog eens tot ziens in het live. Yes, heel goed. Tot dankjewel. Ziens. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over Govert Viergever? Dan kan je hem in ieder geval vinden op social media, waar hij leuke content plaatst. Hij heeft ook een mooie website. Dat is govertviergiver.nl. Gespeld G-O-V-E-R-T, het cijfer 4, G-I-V-E-R.nl. En hij heeft prachtige nieuwe koffieproducten. En die zijn te vinden op ikigai.coffee. Ik zal het ook even spellen. Dat is ikigai.coffee. Dus geen .nl en geen .nu of wat dan ook. Geen .com, maar .coffee. Nou, hartelijk bedankt. Graag tot de volgende keer. Over 2 weken hebben we weer een leuke gast voor jullie. En jullie weten het. Check yourself before you hack yourself. Namens Govert Viergever. Alle succes met alles wat je doet. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.